Wat een verrassing. Tweede vandaag op de 1500 meter en in totaalklassement van de zevende naar de derde plaats. Ja, nee, dat was voor mij ook wel een verrassing. Vooral het klassement. Ik heb de World Cup in Salt Lake niet gereden. En ja, nu toch nog derde in het klassement worden. Dat was echt een hele mooie bonus. En ja, ik wist, 1500 wil ik ook gewoon een podiumplek rijden. En dat gebeurt soms en vaker niet. En, maar ik weet dat het kan en dat ik op 1500 ook op het podium kan rijden. En dat heb ik nu wel bewezen, denk ik. Ja, want het was een hele mooie race. Maar had jij verwacht dat Davis in zijn toestand zeg maar boven jou zou eindigen? Ja, ik dacht van toen ik gereden had, ja, als je zo'n tijd rijdt op 10,5, dan denk je van nou, daar gaat een hele rits onder. Maar goed, ja, toen het hele swikkie er eigenlijk niet eronder kwam, toen dacht ik van nou ja, je weet het nooit. Maar ik dacht, Shani en Trevor, die gaan er wel onderdoor rijden. Maar toen ik zijn rondetijden zag, zat hij tot de laatste ronde nog 3/10 boven mijn tijd. Ik dacht, nou ja, je weet het nooit, hè. Dus, maar goed, dit is toch een tweede plek, is ook heel erg mooi. Liever gewonnen, maar goed, dat zijn nog meer wedstrijden. Ja, nou ja, goed, er zijn meer wedstrijden, maar dit was wel een hele belangrijke, want het is wel de finale dag voor de 1500 meter. Van 7 naar 3. Ja. En natuurlijk ook plaatsing voor de week afstanden, want daar was ik nog helemaal niet zeker van. Dat moest hier gebeuren. En nou ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dat volgende week is natuurlijk nog een stapje belangrijker als nu. Dus nou, we zullen zien. Ik heb er in ieder geval zin in. Wat is dat toch met jullie? Dat jullie maar roepen dat volgende week zo belangrijk is. En vandaag zit die al vol. Voor jullie. Ja, nee, maar dat vind ik trouwens ook heel erg mooi. Want ik hoor wel verschillende signalen in de media soms dat er niet zoveel mensen in het stadion zouden zitten. Maar volgens mij klopt er helemaal niks van. Er zitten meer mensen dan ooit lijkt wel in het stadion. Op het NK Allround en Sprint zat het ook helemaal bomvol. Dat heb ik nog nooit gezien. En nu ook weer, het zit gewoon helemaal vol. En ja, dat is gewoon prachtig dat er zoveel mensen zijn. En dit is zeker ook heel erg belangrijk. En morgen is absoluut heel belangrijk. Misschien bijna net zo'n mooie prijs als je in Insel kan winnen. Want ik sta nog eerst in het wildcup-klassement. En die plek hoop ik gewoon vast te houden. Dus nee, hier vallen ook hele mooie prijzen te verdienen. Ja.